Hoi piepeloi, lieve schatjes van patatjes. Dag goochelvrienden en goochelvriendinnen. Vandaag is een heel bijzondere dag. Ik heb gezien dat jullie heel veel naar mijn goochelfilmpjes kijken. Dat maakt mij super blij. En omdat ik zo blij ben, zal ik vandaag iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Vandaag ga ik jullie leren hoe je zelf een goocheltrucje kan doen. Je neemt een doekje. Je wuift even met het doekje of je haalt het doekje even door je hand. En dan stop je het doekje gewoon in je hand. Ziezo, je duwt het er helemaal in. Dan maak je een magische goochelspreuk. Bijvoorbeeld, riok tok 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 ei. Mijn doekje is nu veranderd in een ei. Hoe geweldig is dit, lieve vrienden en vriendinnen? Het doekje zelf is natuurlijk niet echt veranderd in een ei. Het doekje zelf zit in mijn bovenzakje. Nu, hoe werkt deze truc? Het is heel eenvoudig. Je hebt voor deze truc nodig een doekje en een ei. Dit is echter geen gewoon ei. Dit is een goochelaars-ei. En wat is een goochelaars-ei? Nee, dat is geen ei dat gelegd werd door een goochelaar. Maar dat is een ei waar een gaatje in zit. Zie je? En in dat gaatje zit natuurlijk ons doekje. Dus eigenlijk heb je twee doekjes nodig. En als je slim bent, neem je natuurlijk twee doekjes in dezelfde kleur. Het eerste doekje steek je natuurlijk op voorhand al in je bovenzakje. Het ei, dat verberg je in je hand, bijvoorbeeld tussen duim en hier aan je eindpunt van je pink en je handpalm. Maar draai het ei ook om, zodat het gaatje naar boven zit. Dit is veel makkelijker om het doekje erin te steken. Je laat natuurlijk niet aan het publiek zien dat je dat ei in je handen hebt, dus je houdt je hand gebogen. Je andere hand kun je ook gebogen houden, dan valt het minder op. Je neemt je doekje en je zegt, ik ga een truc doen met dit doekje. Je trekt het door je hand, je wuift even naar het publiek. Je stopt het doekje in je hand. Althans, dat is wat de mensen denken. Maar het doekje gaat natuurlijk niet echt in je hand. Je doekje gaat in je eitje. Zie je? En dan is de truc eigenlijk al gedaan. Dan maak je een magisch goochelspreukje. Je verzint iets. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd, riok tok 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 tok, mijn doekje is veranderd in een ei. Je kan natuurlijk zelf een andere goochelspreuk bedenken. En dan toon je uw ei. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je altijd het gaatje van het eitje weghoudt. Zodat de mensen niet kunnen zien dat er in het ei een gaatje zit. Heel af en toe gebeurt het wel eens dat er een flauwe plezante in de zaal zit. En die roept dan bijvoorbeeld, zeg meneer de goochelaar, ik heb eigenlijk wel eens zin in zo'n gebakken eitje. Ja, wat moet je dan doen als goochelaar? Dan komt het erop neer dat je als goochelaar toch nog snel iets probeert te improviseren. En meestal probeer ik dan bijvoorbeeld gewoon het gaatje van het eitje af te nemen. En het eitje zelf kan je dan gewoon klaarmaken. En op die manier is toch nog iedereen tevreden. Ik dank jullie voor het kijken naar deze leuke video. En ik zie jullie graag terug natuurlijk in een van de volgende video's. Dag lieve goochelvriendjes en goochelvriendinnetjes.